Beste mensen, het laatste filmpje van dit examenjaar 2022 over de Ilias. De jammerklacht van Helena eindigt met de volgende woorden. Ilias, boek 24, vers 768 tot 776. Al eitis mekai alos en nim megarois in eniptoi daeron, dat moet je eigenlijk als 31 even lezen, daeron e galoon e enateron e peplon e hecure, hecuros de pateros epios en jij. Αλλά σύ τον έπαιες οι παραϊφάμενος κατέρυκες σε τα γανοφροσύναι και σοις αγανοίς έπαιες. Lange zin, maar dat is mooi één geheel. Maar als het is, hier moet je lezen zonder accent. Het heeft een accent gekregen omdat me er geen heeft, maar het is toch echt wel iemand. Ook een ander, hè, maar ook, maar als ook een ander iemand. Eni megaroisin, eni iets als en, dus in het paleis. Mij, eniptoi. Eniptoi moet je lezen als het werkwoord enipto. Is verwijten maken, uitvaren tegen. Dus hier is gewoon heel simpel optatieve vorm van het presens. Hier is een soort van iteratieve optatieve. Dus telkens wanneer, betekent die ei dan? Telkens wanneer iemand mij verwijten maakte. Dat is normaal gesproken in conjunctieves, maar omdat de hoofdzin in de verleden tijd staat, gebruiken ze toch een optatieves hier zo. Verwijten maakte in het paleis iemand van mijn zwagers of van mijn schoonzussen, dat zijn de zussen van mijn man, ofwel van de enateron, dat zijn dus ook schoonzussen, maar dan de vrouwen van mijn broers van mijn man. Uit peplon, met mooie gewaden, wordt daarover gezegd. Ofwel, de hecure, mijn schoonmoeder, dat is natuurlijk HKB. Even de zaakjes. Maar, mijn hecuros, de schoonvader, dat is natuurlijk priamos, die was, moet je aanvullen, ellips van en, die was, hos pater, was zoals een vader, hos moet je ervoor zetten, was zoals een vader, altijd epios, zacht, of vriendelijk. Dan krijgen we hier Allah. Vraag je natuurlijk iets als maar betekent dan in deze context dan. Hè? Jij, maar als dit en dat gebeurde, dan was jij daar in tegenstelling daartoe. Hè? Dat is wel een soort maar gedachte in, maar je vertaalt met dan. Dan weerde jij af, of hield jij je tegen, of iets dergelijks. Ik had Eruko's tegenhouden. Dan hield jij Ton, hem, laten we zeggen die persoon, die Tis, een zwager of een schoonmoeder of een een van mijn schoonzussen, hield jij die tegen. Paraiphamenos, paraiphemi is toespreken, aanraden, zussen. Dus participe presens hier gewoon, sussend of toesprekend. Epesi, met woorden. Terwijl hem toesprak of haar toesprak met woorden. Zowel. Met, dit is datieven ze allemaal, dus staat dan met jouw vriendelijkheid. Aganofrosune, zit aganos in, zit betekent dus vriendelijk. En fros, het maakt met frenes, betekent gedachte of hart. Hè? Dus met je vriendelijke inborst. En met jouw vriendelijke woorden. Die verwijzen moeten we natuurlijk altijd zien als iets als... het is allemaal jouw schuld, als jij niet was heen gekomen, hadden we die oorlog niet gehad, dat soort dingen. Ook al zegt zij natuurlijk dat ze tegen haar wil is gekomen, naar Troje. Dan hebben we qua stijlmiddel nog een epiteton, epeplon bij enateron. De ellipse heb ik al gezegd, en je kunt ook nog een inhoudelijk chiasme ontwaren, namelijk, hier gaat het over mannelijke personen, namelijk zwagers, dan gaat het over vrouwelijke personen in dit vers, twee soorten schoonzussen. Dan hebben we hier de schoonmoeder, dus weer een vrouwelijk persoon, dus weer B, hè? Dus is A, dit is B, dit is weer B. En dan is Hecuros de pater, dus de Hecuros de, sorry, dus de schoonvader is weer een mannelijk persoon. Dus er inhoudelijk een soort van chiastisch iets in. Deze twee versen, A laat wat met EPS, is een heel erg emotioneel geladen geheel. Veel pathos, versterkt door de herhaling van EPSC, we mogen dat een repetitio noemen. De herhaling van het woordstam agano, frosune en aganois, vriendelijk.
En van su, zij en sois. Dus jij van jou en weer van jou. Dus die herhalingen maken het nogal een sterk geladen geheel. In ieder geval. Ik ben het hier heel ongelukkig dat ik hier naartoe ben gebracht. En iedereen heeft maakt mij verwijten, maar jij was altijd heel vriendelijk. En dan rond ze dus af. Tosetama klayo kayema moron agnumeneke. To betekent gewoon daarom beween ik te zowel jou tegelijk als mijzelf. Amoron, ongelukkig. Hè? Moros is weer ongeluk, sorry, is weer lot of zo. En am betekent dan iets als ja, niet of slecht of zo. Hè? Met slecht geluk, met ongeluk. In dit geval, sorry, ongelukkige, bedoel ik moet zeggen, hè? Mij, rampzalige. Agnumene ker. Agnumene is dan zoiets als pijnhebbend of zoiets dergelijks, of verdrietig. En ker betekent dan in mijn hart. De laatste is typisch zo'n uitdrukking, hè? Dat zie je vaak in Homerus. Participium, medium, presens, verdrietshebbend of zo. En ker, dan accusatief is van het. Accusatief van betrekking, dus accusatief is respect, dus in mijn hart. Ze huilt om hem en om zichzelf. Ugartis moiet allos nitroiae aureae, epios ude philos, cantes me pifricasen. Want niet eti, niet meer, iemand voor mij. Esti moet je aanvullen, ellips natuurlijk. Hier wederom, tis hoort zonder accent te zijn, maar hij heeft een accent gekregen omdat mooi geen accent heeft, net zoals hier zo. Alles, ander. Hè, dus, want niet is er meer voor mij iemand anders. Eni Troje en Rijij. In het brede Troje, in het ruime Troje, in het wijde Troje. Epios, vriendelijk. En ook niet Philos, aardig. Zou ik maar eventjes. Zo gaan we zeggen, twee synoniemen. Een beetje tautologisch. Maar Pantes, maar allen. Pefricasin mij. Die verafschuwen mij. Het is een perfectum. Van friso met een presens betekenis verafschuwen. Die verafschuwen mij, die huiveren voor mij. Dat is wel een beetje een opmerkelijke opmerking als je kijkt naar vers 770. Want dan zei hij, die pater, sorry, die Hekulos, die schoonvader Priamos, die was altijd, die is altijd, hij was nog niet dood, hè? Epios, altijd vriendelijk. En zegt hij hier. Er is helemaal niemand meer Epios vriendelijk. Dus dat is een beetje in tegenstelling tot mij. Maar ze wil natuurlijk een beetje overdrijven. Niemand is weer vriendelijk voor mij. Jij was altijd wel vriendelijk. Dus een beetje zelfmedelijden dat we hier ook zien. Eurei, natuurlijk een epiteton bij Troje. Dat zien we heel vaak. Het vers eindigt met vier langlettergrepen. Pefrikasin. Dat is ook opvallend, dat is het vijfde vers voor het P3, is dus lang lang, in plaats van lang kort kort, dus dat valt ook wel op. Dus dat is ook logisch hè, trouwens, want je wilt een beetje nadruk geven aan het woord P3K, niet verafschuwen. Goed, het geheel genomen, zegt ze dus eigenlijk, samenvattend, je bent heel geliefd voor mij, vanaf regel 763. Ik ben meegenomen door Paris, maar had het maar niet gebeurd, want ik ben hier al heel erg lang. Maar in al die tijd heb je nooit een onvriendelijk woord tegen mij gezegd. Alle andere mensen wel, maar die hield je altijd tegen met je vriendelijke woorden. En daarom huil ik nu zowel om jou als ook om mezelf, want ik ben nu helemaal alleen hier eigenlijk, zegt ze op die manier. En het is eigenlijk een heel erg emotioneel betoog, gezien vanuit een slachtoffer van. Ja, van een oorlog als het ware. En er is ook een riemcompositie aan de hand. Want het woordje philos zagen we ook in andere vorm weliswaar. In regel 2, 762 als philtate, meest geliefde. Niemand is nu meer geliefd omdat jij dood bent, want jij was de meest geliefde van allemaal. Nou, daar komt het met je als een ringetje kringetje rond. En dan eindigt het met natuurlijk een afsluitend formulair versje. Hos evatok klaius epidestene demos apeiron. Zeer vergelijkbaar met andere versen waarin een jammerklacht eindigt. Zo sprak zij al jammerend. En de demos apeiron, de ontelbare, onmetelijke groot, ontelbaar veel mensen of iets dergelijks, jammerde of zuchtte epi daarbij.
Ja, Apeiron, een beetje een soort van epiteton misschien, maar ook weer niet echt. Het volk jammerde daarbij. Goed, dames en heren, dan heb ik de meeste dingen hier ook weer over gezegd. We zijn bijna bij het einde van de Ilias, maar dat ga ik nu dit jaar niet bespreken. En samenvattend wordt er eigenlijk alleen nog maar gezegd iets over de begrafenis van Hector. Hè? Dus de primos die beveelt zijn mannen om de voorbereiding te treffen voor de Hector. Voor Hector's verbranding. Bracht de hout bij elkaar, ze maakte een brandstapel. Vuur ging daarin en... Bij de ochtendgloren ging iedereen toen daaromheen staan en droegen ze toen legden ze het lijk daar bovenop. De hele nacht, ik zei bij de ochtendgloren, hè, sorry, de hele nacht ging het branden en dan 's ochtends blusten ze het, namen een urn, et cetera, en de as daarin en dat soort dingen. En toen is het, maakten ze een graf, daar zetten ze die urn in en toen verzamelden ze zich in het paleis. Van Priamos, de edelgeboren koning, en genoten een overvloedige maaltijd zoals dat hoorde. En zo zorgden zij voor de begrafenis van de paardentemmende Hector. Nou, dat zijn de laatste woorden van de Ilias. En zo is het een soort van cirkeltje, want het begon met de boosheid van Achilles. En het eindigt met de andere hoofdpersoon, namelijk zijn Trojaanse tegenhanger, Hector. En die staan dan allebei aan het begin, respectievelijk aan het eind. En zo is het toch één mooie cirkel geworden. Dames en heren, dank voor het luisteren en heel veel succes dit jaar, ook als je nog een eindexamen moet doen. En anders zou ik zeggen, gewoon tot een volgende keer. Dag, dag.